Ja, mensen, dan moet ik weer promotie maken voor de televisieuitzending. 8 januari op Nederland 2 is ook al zo wonderlijk. Waarom niet op Nederland 1, zou je zeggen? Maar ik ben een paar jaar geleden gecanceld door Frans Klein. Ik mocht nooit meer op Nederland 1. Nu is Frans inmiddels op non-actief gesteld. En we konden op het laatste moment toch niet terug naar Nederland 1. Dus het wordt nu Nederland 2. Maar ja, je zegt, wat maakt het uit? Nou, het scheelt zo'n 250.000 kijkers, denk ik. Maar goed, kijkcijfers zijn niet interessant. Ik ben intussen natuurlijk heel erg bezig om alles te schrappen wat dubbel was. Claudia de Breij had die grap al gemaakt. En André Manuel had op TV Twente die grap al gemaakt. En Sjaak Brel had op Radio West of TV West die grap al gemaakt. En Guido Weijers had op RTL. Dus er waren ongelooflijk veel grappen die ik heb moeten schrappen. Maar er blijft nog ongelooflijk veel over. Dus allemaal kijken voor de mensen die dit nog niet volgen of niet hebben opgezet. Morgen ben ik er weer om te vertellen dat op 8 januari op Nederland 2, wonderlijk verhaal, maar goed, op Nederland 2 de uitzending is van De Schreef. Ongelooflijk bejubeld door de pers, zeker ook door het publiek, maar daar komen we morgen op terug. Dank u wel.